Snelheidsbegrenzen er maar afhalen voor je. Ja, ja. Nou, maar thuis denk ik. Ja, is goed. Dit is hoe we Olivier Aertssen kennen. Als een talentvolle verdediger, technisch vaardig en met een uitstekende inspeelpaas. Sinds de zomer van 2019 Ajax ziet en dit seizoen een vaste waarde in Jong Ajax. Maar ook dit is Aertssen, een jonge Zeeuw die in zijn vrije uren graag op het water zit. Als kind van fanatieke zeilers kom je dan in Almere aardig aan je trekken. Ja, kom maar meer. Iets naar deze kant, iets naar deze kant. Nog iets. Ja, en nu al recht achteruit. Ik kom wel vanuit Zeeland. Ja, eigenlijk een klein dorpje wonen we daar. Toch als je naar een supermarkt gaat of wat dan ook, echt, dan moet je eigenlijk toch wel een kwartiertje met de auto en hier is gewoon alles heel dichtbij. Dus het is wel heel anders, maar nee, het bevalt prima. Gaan we knallen of niet? Gaan we knallen of gaan we rustig raden? En als we hier zijn, ja, dit lijkt toch een beetje dat water, dat hebben we daar ook. En daar zijn we gek van met z'n drieën. Dus naast het stadion proberen we hier ook nog wel te komen. Ja. Hoe hard kan dit bootje? Ja, wat zal zijn rond de 55? Als ik erbij ben en ik ben wat zwaar, dan gaan we richting de 55, 60. Ja. Ik denk als hij alleen gaat, maar dat mag eigenlijk niet, want dan gaat hij te hard, hè? Ja. Dan gaat hij wel richting de 65, 70, denk ik. Ja, je was echt nog maar, ik denk, 5, 6 maanden volgens mij. Je lag nog in zo'n... Ja, een soort zo'n reiswieg. En toen gingen we al met de boot weg en toen stond hij gewoon in de kajuit binnenin en ja hoor, ja. Vanuit Zeeland zeg maar naar Amsterdam, ja, dat is gewoon geen doen. Dus het was heel simpel, of een gastgezin of huis met je ouders of niet zeg maar. Dat waren de 3 opties. Ja, gelukkig had ik zeg maar de keuze om ja, met mijn ouders te gaan en dat heeft denk ik zeker wel heel erg geholpen. Ik zat bij Sparta en toen kon hij naar Ajax. En je kon er ook nog naar een andere club in Rotterdam. En toen zeiden we ook van, goh Olivier, jij mag kiezen hè, wat je wil. Ja, we zien het als een avontuur met ons drietjes. Terwijl mijn vrouw als ik had wel zoiets van, ja, we kunnen meegaan met hem. Dat doen we dan liever dan dat we zeggen van, goh, ga in een gastgezin. Het is echt wel eerst hem en Ajax. En ja, daarnaast kijken we of we nog een beetje het sociale leven in Zeeland kunnen inpassen. Maar dat lukt niet altijd even goed. De gesprekken gaan toch eigenlijk wel heel vaak, ook op het water, toch ook nog over voetbal. Ja, zeker. We volgen natuurlijk, of ik sowieso, en hij ook, veel lezen, veel... Mijn vrouw zegt van, er is ook nog wel meer dan voetbal, maar... Natuurlijk altijd na de wedstrijd, we spreken altijd met hem van... met name gewoon hoe wij het zelf vonden gaan en wat, ja... Wat hebben we, goede dingen, goede paasjes, ja, misschien een keer fout, wat dan ook. Ja, dat hoort er ook bij, dus nee, met name dat gewoon. Heeft u er een beetje verstand van? Ja. Heb je zelf een verleden als voetballer? Oh. Ja, zeker. Maar, ja, jawel. Dan begin je te lachen. Ja, gewoon. Stel dat weinig voor. Hij maakt altijd grappen van dat hij vroeger bij de Zeeuwse selectie zat en zo. Maar ik heb ook bij de Zeeuwse selectie gevoel, maar ja, veel verder ben ik niet gekomen. Dus, ik zal niet beweren dat hij talent voor mij heeft, want nee, dat niet. Ja, toen ik eigenlijk in Zeeland naar een iets hogere amateurclub ging, ja, nog nooit aan gedacht van misschien wel prof of wat dan ook. Ik ben van Wolfsdijk, dat is een heel klein gehucht. Ja. Het is echt een klein clubje, 4e divisie, zomaar wel heel leuk. Ja. Daar ben je naar Kloetien gegaan. Ja, toen was je 14? Nee, 13 volgens mij. 13, ja. Toen ging je onder 15 spelen volgens mij, was je 13. Ja. En toen... Ja, toen eigenlijk nog nooit echt aangedacht van misschien wel prof of wat dan ook. En toen uit het niets kwam, zeg maar, opeens kwam Sparta en toen daar naartoe gegaan. En toen kreeg ik eigenlijk wel de gedachte van misschien kan het wel of wat dan ook. Of ja, ik ga er wel in ieder geval voor en ik hoop het natuurlijk, daar droom je wel van, ja. 16 ben begonnen. Toen was ik natuurlijk net verhuisd eigenlijk naar hier met mijn ouders dan. En dat ik toen echt wel af en toe had van ja, dat is de beginperiode en dan mis je natuurlijk toch heel erg Zeeland, die omgeving, familie, vrienden. Dus ik denk dat ik dan wel, natuurlijk dat je dan wel echt steun aan hebt. En af en toe als je dan naar Zeeland gaat en je moet daarna weer terug, meestal is het dan een kort weekend, anderhalve dag zeg maar. Dus ja, en dan op dat moment dat je weer terug gaat, dat is niet echt fijn. Hè. Vind je de mentaliteit, met name natuurlijk Amsterdam, ten opzichte van Zeeland? Ja, anders. Ja, dat is... ja, natuurlijk in het begin was dat ook wel even wennen, denk ik. Ja. Ja, en wat met name? Ja, veel directer, veel... misschien af en toe meer op de borst kloppen. Dat soort dingen, denk ik. Dat toch wel... Ja, dat is gewoon anders dan in Zeeland. En heel nuchter. En dat heeft hij ook. En ik zie dat hij daar wel aan het veranderen is. In de zin van mensen aanspreken in het veld en dat soort dingen. Dus de coach en dat soort dingen. Dus dat gaat echt wel, daar maak je echt een stap in. Maar hij zal nooit vooraan staan met het hoogste woord. Maar... Waarin merk je vooral dat je stappen hebt gezet in betaald voetbal? Ja, ik denk ook vooral in de hardheid. Gewoon, je komt tegen echt tegen spitsen te staan van mannen die 28 zijn, die gewoon berensterk, die eigenlijk niet, bijvoorbeeld niet zo goed kunnen voetballen, maar die gewoon echt kopduels, die er gewoon vol in gaan alles. Dus ik denk dat ik daar wel zeker al heel veel heb geleerd en af en toe ook slimmigheid. Misschien toch net een voorkomen of net een duwtje. Als hij dat bij jou doet, net voordat hij springt, een klein duwtje bijvoorbeeld. Ik denk dat ik daarin zeker stappen heb gemaakt. Ja. Je hebt wel eens gezegd dat Jurrien Timber je grote voorbeeld is bij Ajax 1. Is dat nog steeds zo? En waar kijk je dan vooral naar bij hem? Ja, bij hem eigenlijk ook gewoon hetzelfde. Dat hij ook gewoon voetballend, vind ik hem heel goed. En ook gewoon, af en toe switcht hij met Alvarez. Laatste keer had ik gezien dat hij op middenveld staat. En daar zie je ook gewoon dat hij ook gewoon heel goed kan voetballen. En dat dat ook gewoon prima gaat. Dat hij daar geen moeite mee heeft. En... Ook, als we samen in het stadion zitten, zitten we ook altijd wel met z'n tweeën wat meer gefocust op Timber. Of in ieder geval sowieso op de centrale natuurlijk. Ja. Maar ook wel op Timber inderdaad. Wat hij doet, hoe hij dat doet. Of hij doordekt en dat soort dingen. Daar zitten we wel met z'n tweeën altijd wel naar te kijken. Ja, natuurlijk. Daar let je wel op. Je eigen positie, Debutant Olivier Aertssen. Die komt voor Divine Range. Ja, dat je met namen zoals Tadic, Timber, noem iedereen maar op, zeg maar. Dat je daarmee opeens op het veld staat. Dat is gewoon natuurlijk alleen maar heel mooi. Dat had ik nooit gedacht, zeg maar. Nee. Ik weet nog goed, de eerste keer dat hij met de eerste mee mocht trainen, toen belde hij even snel, goh, ik moet zo met de eerste mee trainen. Oh, weet je wel. En dan thuis natuurlijk alle verhalen van, goh, met wie zat je in team of met wat deden ze. En zelfs ook nog wel via Huddle dan trainingsbeelden met z'n tweeën terug zitten kijken, weet je. Ja, dat soort dingen ook wel, ja. Gewoon zo doorgaan in keukenkampioen in Jong Ajax. En gewoon daar heel goed ontwikkelen en heel veel wedstrijden spelen. En vanuit daar wil ik natuurlijk, ga ik natuurlijk gewoon voor om naar het eerst door te stromen. Ja.